Focus hier, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is opnieuw tijd om het openbare aandelenportfolio uit te breiden. Ik ga namelijk een ondergewaardeerd aandeel toevoegen aan het portfolio, namelijk Facebook. Dus laten we snel beginnen. Het doel van het opbouwen van een portfolio is om gespreid te beleggen en natuurlijk te kijken naar de lange termijn. Tijd geleden voegde ik bijvoorbeeld Fusion Acquisition Corporation aan het portfolio toe en dat is natuurlijk een SPAC wat nog niet bekend heeft gemaakt met welk bedrijf ze een merger willen aangaan. Je neemt daar dus risico mee en er is natuurlijk niks mis mee om wat risico te nemen als je bijvoorbeeld de overtuiging hebt dat het team achter zo'n SPAC heel interessant is, maar je moet wel een balans vinden. Aandelen die aan het opkomen zijn, maar ook aandelen die er al jaren zijn. Vandaar dat ik Facebook vandaag ga toevoegen aan het openbare portfolio bij de Giro. Daar koop ik zoals vele Nederlanders al mijn aandelen. Als je interesse hebt om een account aan te maken bij de Giro, in de beschrijving staat een linkje. Registreren via die link helpt ook nog eens het kanaal, dus dat zou ik altijd waarderen. En aan het eind van deze video zou ik ook het openbare portfolio uitbreiden met Facebook. Ik heb al eerder een video gemaakt over Facebook, maar de laatste weken zakt Facebook behoorlijk, waardoor ik het nu wil toevoegen aan het openbare portfolio. We hebben het namelijk over een daling van bijna 12% in iets meer dan 2 weken tijd. Dat is geen schokkend percentage als je kijkt naar een aandeel met een kleine market cap. Maar Facebook heeft een market cap van 700 miljard. Dan komen dit soort percentages veel minder voor. De daling heeft te maken met het negatieve nieuws over Facebook, bijvoorbeeld het bannen van Trump. Twitter deed precies hetzelfde en zakte ruim 16% in iets meer dan 2 weken tijd. En ik wil niet te ver ingaan op de politiek, maar op de lange termijn verwacht ik niet dat dit een enorme impact gaat hebben op Facebook. Het zal de komende tijd wel wat vaker in het nieuws komen, maar uiteindelijk zie ik Facebook hier heel erg makkelijk van herstellen. Ik heb dit namelijk wel vaker gezien. Kijk, als een bedrijf met 12% zakt door plots hele slechte financiële cijfers of er is sprake van fraude, ja, dan moet je natuurlijk oppassen. Maar over dit soort nieuwsberichten maak ik me eigenlijk niet zoveel zorgen. Facebook was namelijk ook negatief in het nieuws toen adverteerders Facebook gingen boycotten. En dat was in juni van 2020 en toen ging het in een paar dagen tijd met 11% onderuit. Maar vanaf dat punt, en dan heb je dus over een paar dagen dat die daling duurde, ging het weer heel snel omhoog. Want het ging namelijk met 40% omhoog in 2 maanden tijd. En als je dan kijkt naar de schade die Facebook heeft opgelopen omdat adverteerders besloten Facebook te boycotten, nou die is er gewoon niet. Facebook blijft elk kwartaal maar meer omzet draaien als het gaat om advertentieinkomsten. Adverteerders kunnen niet om Facebook heen. De financiële cijfers van Facebook is ook de hoofdreden waarom ik zoveel vertrouwen heb in toekomst van Facebook. Short-term assets van 65 miljard tegenover short-term liabilities van bijna 12 miljard. Dan heb je het over de long-term assets van 80 miljard tegenover long-term liabilities van 16 miljard. En dan zie je meteen dat de short-term assets van 65 miljard veel groter zijn dan de long-term liabilities van 16 miljard. Dat is natuurlijk een heel goed teken en in dit soort percentages zie je niet vaak voorkomen. Facebook heeft ook geen schuld en heeft 55 miljard cash beschikbaar. En ik ga dat nog maar een keer herhalen, 55 miljard aan cash. Dat is echt ongekend. Als Facebook een bedrijf wil overnemen, is dat geen enkel probleem. 27 januari worden de 4e kwartaalcijfers gepubliceerd van 2020 en ik wil vooraf al een positie innemen omdat ik hoge verwachtingen heb. Maar laten we eerst heel eventjes kijken naar de cijfers van het 3e kwartaal. Je hebt het namelijk over een omzetgroei van 22% ten opzichte van 2019 en de netinkom steeg ook met 29% als je kijkt naar het 3e kwartaal van 2019. Facebook blijft dus groeien. En dat is iets wat beleggers altijd mis hebben. Heel veel mensen hebben de overtuiging dat Facebook minder populair aan het worden is. En natuurlijk, Facebook is al gigant, dus het is heel lastig om te blijven groeien. Maar ze blijven daadwerkelijk groeien. Dagelijks actieve gebruikers in het 3e kwartaal van 2020 was namelijk net over de 1,8 miljard. Een stijging van 12% als je kijkt naar het 3e kwartaal van 2019. Dus de overtuiging dat Facebook afneemt in populariteit is feitelijk onjuist. Instagram en WhatsApp van Facebook zijn natuurlijk al bekend,
Maar Oculus is natuurlijk niet zo bekend als een Instagram en een WhatsApp. En dat is natuurlijk een ontwikkelaar van VR-brillen wat steeds populairder aan het worden is. Kijk maar naar de Google Trends. Het is duidelijk dat het steeds groter aan het worden is. En als je ook kijkt in december, zie je een spike, wat natuurlijk aangeeft dat het waarschijnlijk een veelgevraagd kerstcadeau was. En ik denk dat 27 januari bij het bekendmaken van de vierde kwartaalcijfers deze cijfers goed kunnen zijn. Dat is minder dan 2 weken verwijderd en we weten natuurlijk allemaal hoe beleggers denken. Het is nu vooral negatief door al het nieuws over Facebook. Maar als er goede kwartaalcijfers worden gepubliceerd, zijn veel beleggers de negatieve berichten alweer heel snel vergeten. Zoiets zagen we ook in juni, toen de boycott van adverteerders snel werd vergeten en het steeg met 40% in 2 maanden tijd. Facebook blijft dus maar groeien en ze blijven maar groeien met fantastische financiën, waardoor ze nog tientallen jaren groot zullen blijven. 27 januari gaat een belangrijke dag worden voor Facebook door de vierde kwartaalcijfers. Zelf heb ik de overtuiging dat die cijfers ervoor gaan zorgen dat beleggers weer doorkrijgen dat Facebook voor de lange termijn echt een prima aandeel is voor je portfolio. Maar zoals ik al zei, je moet altijd zelf onderzoek doen. Dit is mijn overtuiging, maar ik ben natuurlijk geen financieel adviseur. En daarom dat ik instap tegen een prijs van net boven de $250. En dan kijk ik echt naar de komende 10 tot 20 jaar. Ik heb heel veel vertrouwen in Facebook in de komende jaren. En ik moet gewoon dit aandeel toevoegen aan het openbare portfolio. Maar voordat we dat gaan doen, zou ik het echt waarderen als je nieuw bent nog heel eventjes te abonneren. En een like helpt het kanaal, dus dat is echt welkom. En dan is het nu tijd om over te schakelen naar de Giro, want ik ga namelijk Facebook toevoegen aan het openbare aandelenportfolio. Ik heb natuurlijk al heel wat video's gemaakt met deze serie. Het is natuurlijk 1 december begonnen en sindsdien gaat het natuurlijk hartstikke goed. Je ziet ook totaal €1144 in de plus, maar soms heb je gewoon slechte dagen. Je ziet het zoals vandaag €128 in de min, oftewel 2,2%. En ik heb het ook al aangegeven bij dagen dat het hartstikke goed ging. Je weet gewoon dat dit soort dagen ertussen zitten. Dat is gewoon onderdeel van het beleggen. Daarom moet je altijd naar de lange termijn blijven kijken. Als het goed gaat of als het slecht gaat. En ik merk gewoon als je op een gegeven moment in een periode zit. Dat aandelen elke week hoger en hoger gaan. Dat als er op een gegeven moment een dagje voorbij komt. Dat de aandelenmarkt behoorlijk onderuit is. Dat heel veel mensen in paniek raken. Moet je nu verkopen? Wat is aan de hand? Heeft het nog wel nut om dit nog een week langer vast te houden? Het is dus altijd belangrijk dat je blijft kijken naar de lange termijn. En het maakt dan niet uit of het goed gaat of het slecht gaat. Lange termijn is alles bepalend. Dus dat wou ik even kwijt, zodat mensen weer een beetje gerust zijn van dat je niet in paniek hoeft te raken als er een dag tussen zit als het wat minder gaat. Want als je kijkt naar het portfolio, is het inderdaad duidelijk dat het minder gaat. Het is maar 1 positie wat in de plus staat. Maar als je dan weer ietsjes verder naar rechts kijkt en je kijkt bij de ongerealiseerde winstpercentages, zie je nog steeds dat we de goede kant op gaan. Dus daarom altijd blijven kijken naar de lange termijn. Zoals je ziet is er al €430 bij de vrije ruimte. Dat is namelijk ruimte voor 2 aandelen van Facebook. Facebook heeft natuurlijk gewoon een hoge aandeelprijs van $252 bijna. Dus vandaar dat je niet eventjes 10 aandelen aan dit portfolio kan toevoegen. Ik zet het op 252. Ik denk dat het een prima prijs is. Het is natuurlijk ook voor de lange termijn. Dus of het nou heel erg veel uitmaakt of het 252 is of 251,70. Ja, dat maakt me niet heel erg veel uit. Dan zet ik het aantal op 2. En zoals je ziet is dat dan €417. En dat is natuurlijk prima, want ik heb een vrije ruimte van 430. Maar ik zie nu dat de prijs weer ietsjes hoger is. Leg ik deze eventjes op 25 cent. Nou, dat is echt een minimaal verschil in de totale prijs die ik dan krijg. Dan druk ik op plaats order. Je ziet €0,50 geschatte kosten, omdat natuurlijk Facebook te verkrijgen is op de Nasdaq. Ik druk dan op bevestigen en waarschijnlijk zal de order er dan meteen doorheen komen. Inderdaad, de order is uitgevoerd. Gaan we naar het portefeuille en dan zal je waarschijnlijk zien, inderdaad, Facebook is inderdaad toegevoegd aan het portfolio. Ik weet niet precies waarom ik nu al in de winst sta. Oké, mijn gemiddelde aankoopprijs is $252.18. Dus op dit moment maakt Facebook weer deel uit van het portfolio. Je ziet ook dus dat het portfolio steeds groter wordt. Dan heb ik niet alleen maar over het totaalaccount, maar natuurlijk ook over het verschil aantal aandelen. Ook verschillende sectoren. En zo bouw je langzaam aan een gespreid portfolio, wat natuurlijk het lange termijn doel is van deze serie. Natuurlijk in een maand of 2 maanden tijd wil je natuurlijk al snel winst zien. Maar je moet blijven kijken naar 3 jaar, 5 jaar, het liefst misschien nog wel 10 jaar. Want dit is echt voor je toekomst. Voor nu kom ik aan het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet het zeker niet te abonneren. En ik zie je graag terug bij een volgende video. Later.